Mijn naam is Lodewijk van Noord en vandaag gaan we het over een prachtig onderwerp hebben. Want bepaalde inwoners zijn voor jou misschien als beleidsambtenaar moeilijk te bereiken. Of lijkt dat maar zo? We hebben het over mensen in kwetsbare situaties vandaag. Bijvoorbeeld vanwege geldzorgen of gebrek aan woonruimte. En hoe zorg jij er nou voor dat je daarmee in contact komt? En hoe zorg je ervoor dat je hun ervaringen mee kan nemen bij het schrijven van beleid? Tijdens dit webinar krijg je hiervoor handvatten. En de kern is, kan ik je alvast vertellen, ga de wijk in, ga de stad in, ga de gemeente in en doe mee. Je kan vandaag meepraten en dat vinden we ook heel fijn als je dat doet. Als je vragen stelt via de chat bijvoorbeeld of als je discussie voert via de chat. Dus open vooral die chat nu en doe mee. En ook belangrijk om te weten, we nemen dit webinar op en zetten het na afloop op onze site. En ook alle linkjes die we gaan noemen en alle materialen die we gaan noemen, die we gaan delen in de chat, die staan dan straks ook op die site. Heb je je van tevoren aangemeld voor dit webinar, dan krijg je al die informatie per mail toegestuurd. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Laten we snel beginnen met onze gast. Welkom Anne-Mathije Bogert, fijn dat je er bent. Vertel eens, wie ben je nou precies en wat doe je? We hebben al veel op de site kunnen lezen, maar het is veel leuk om het van jouzelf te horen. Ja, de vraag wat doe je is wel makkelijk te beantwoorden. De vraag wie ben je is natuurlijk wel ingewikkeld, maar ik ga er iets van maken. Ik ben Anne-Mathije, ik ben 35 jaar. Ik woon samen met Lotte in Leerdam. Ik hou van legpuzzels maken. Ja, heel ouderwets, maar ik vind het heerlijk. En dan hoeveel stukjes? Nee, 1000 altijd hoor. Ja, maar duizend? Anders duurt het te lang. Ja, heb je wel... ook nog een favoriet? Nee. Ja, Jan van Haasteren. Toch die? Ja. Okay, het moet wel goed. Snel gaan. Ja, ja. Oké. Okay, dus dat is belangrijk een voor een paar jou. Uur moet het klaar zijn, anders dan kom ik er niet meer aan toe. Ja. Ik hou van lezen, ik studeer filosofie en ik ben actieonderzoeker bij Toezicht Sociaal Domein. Ook dat laatste nog, dus het laatste al dat puzzelen en filosofie, ook nog actieonderzoeker. Daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Ja. Actieonderzoeker, wat houdt dat dan in? Ja, het houdt in, je doet onderzoek naar een thema wat speelt in de maatschappij, maar dat doe je niet alleen. Dus je gaat niet van tevoren bedenken, wat is mijn hypothese en hoe ga ik dat toetsen? Je gaat een gebied in, de gemeente in, je gaat op zoek naar mensen die daarmee te maken hebben en met organisaties. En samen voer je acties uit. Dus dat zijn eigenlijk kleine loops van onderzoek waar elke keer weer direct een actie uit voortvloeit. In plaats van een rapport. Het klinkt misschien nog allemaal een beetje vaag of wat. Maar we gaan het er uitgebreid vandaag in het komende uur over hebben. En zoals ik al zei, je kan meepraten. Stel je vragen via de chat. Ja. Ja? Nou, ik wil jou eigenlijk wel leren kennen. Oh, nou, interessant. Ik heb wat vragen voor je, als je dat leuk vindt. Ja, dat overvalt me een beetje, maar ga je gang. Sorry. ben jij rijk? Rijk? Ja, ik voel me wel rijk. Maar ben jij ook rijk? Heb je veel geld op je bankrekening staan? Goede vraag. Ik weet eigenlijk niet wat veel is, maar ik denk dat er veel geld op mijn rekening staat. Ja. En wat doet dat met jou? Dat maakt dat ik me misschien zorgelozer voel. Zorgelozer door het leven stap, omdat ik het gevoel heb van, oh ja, ik hoef me daar in ieder geval geen zorgen over te maken. En ja. Okay. En ben jij vaker ongelukkig of ben je vaker gelukkig? Ik ben vaker gelukkig. Dat is mooi om te horen. Ja. En wat vind je van de politiek? Wat vind ik van de politiek? Ik vind de politiek eigenlijk super ingewikkeld op dit moment. En sterker nog, ik merk dat ik me daardoor een beetje ervan afkeer. Mm-hmm. Dat ik denk, ik ga me op andere dingen richten, want ik... Ja. Maar wat een... Je overvalt me dit soort vragen, ja. Ja, kijk, dit is om te laten zien dat mensen waar ik dan onderzoek naar heb gedaan, hè, waarmee ik onderzoek heb gedaan, die leefden dus onder de armoedegrens, zoals dat heet. Ja. Dat is ingewikkeld. En zij vertelde mij dus dat ze wel eens geïnterviewd werden of aangesproken, maar dat ze dan even die hele rare vragen kregen. Oh ja. Dus echt van, inderdaad ben je... Rijk of arm. Gewoon die vraag werd gesteld. Ja, zeker. Ja. En hoeveel geld heb je op de rekening staan? En wat doet dat met je? Maar ook, woon jij in een sociale huurwoning? Of heb jij een koophuis gehad? En dat waren dan vragen van onderzoekers van overheidsorganisaties? Ja, van onderzoekers of van ambtenaren. En die kregen dat soort vragen. Ja, want ik merk hoe ongemakkelijk ik het vind. Maar goed, dan denk ik, misschien zit ik in een comfortabele positie om dan toch het antwoord maar te geven. Maar toch twijfel ik, ga ik dit nou zeggen of niet? Of wat een rare vraag. Ja. Dat gebeurt gewoon. Mensen lopen in de wijk en zeggen van, wil jij alsjeblieft gewoon jouw gehele levensverhaal vertellen? Want ik heb dat nodig voor het schrijven van beleid. Of,
En ja, ik ben dan meteen benieuwd, zag je dat dan ook terug in beleid van die? Of was het dan zo, nee, we hebben mensen gesproken en we hebben dat meegenomen in het beleid? Of, ja, vaak is dat. Dat is dan, nou goed. Ja. Hoe jij dat hebt gedaan, daar gaan we het later over hebben. Maar ik voel helemaal hoe ongemakkelijk dat is. Jij hebt eigenlijk meteen, om dit webinar te beginnen, een opdracht voorbereid voor jullie. Voor jullie thuis of op je werkplek waar je zit. Pak er even pen en papier bij en dan ga jij de opdracht geven. Ja, ik heb inderdaad een opdracht. Dus ook voor de crew hier. Dus mensen achter de schermen. Want misschien is het leuk voor jullie om te weten. Er zitten heel veel mensen achter de schermen die jullie ook meedoen. Ja, en jij? Ja, dus jij mag het helemaal live doen. Ligt al helemaal klaar hier. Ja. Nee, dus teken in 1 minuut antwoord op de volgende vraag. Wat betekent geld voor jou? Oké, ik ga mensen iets langer de tijd geven, want we gaan het ook nog even technisch uitleggen. Hoe ga je nou zorgen dat je tekening bij ons terechtkomt? Nou, dat doen we als volgt. Ik zal het jullie laten zien. We hebben een Miro-bord gemaakt en daarvan vind je de link nu in de chat. En hier zie je dat Miro-bord. Heb je er nog nooit mee gewerkt? Klik gewoon de link in de chat aan, dan kom je er vanzelf terecht. En als je nou een tekening maakt, dat mag je digitaal doen of met pen en papier. Maak er dan even een fotootje van of scan hem in. Foto gaat waarschijnlijk iets sneller. En dan kan je hem gewoon knippen en plakken via je verkenner. Kan je hem ook slepen of je finder naar dit bord. En dan kunnen we straks met elkaar bespreken wat zien we in die tekening. Dus doe dat vooral, zouden we heel fijn vinden als je dat doet. Ik zie de eerste tekening al komen zelfs, want dat is grappig om te zien. Ben je nou ingelogd op Miro? Dat hoeft niet per se, maar ben je ingelogd, dan kan je ook de upload-knop gebruiken. Nou, dan doen we nog 1 keer even de opdracht heel duidelijk van jou en dan start de minuut. Ja, dus de opdracht is, teken in 1 minuut de antwoord op de volgende vraag. Wat betekent geld voor jou? Volgens mij nog iets van een halve minuut. Ik ben langzaam aan het tellen. Langzaam aan het tellen. Nou, dan gaan we tellen we nog even door. En terwijl we tellen, weten jullie ook alvast, dan delen we nog wat andere linkjes in de chat. Een interview met jou, wat je hebt gegeven. Dat stond ook op onze site, maar dat zullen we op de chat ook delen. En 2 podcasts waar jij aan hebt meegedaan over dit onderwerp. De podcast Vertrouwen en Relaties Opbouwen. En de podcast Deze Ambtenaar Leefde op Bijstandsniveau om te onderzoeken welke schuldenaanpak werkt. Die zie je straks ook in de chat. Ik zie inderdaad al wat tekeningen verschijnen. Jemig, wat kunnen mensen in 1 minuut allemaal krijgen ze voor elkaar? Ongelooflijk. Zullen we met mijn tekening beginnen? Ja. En leg ik hem hier, of zal ik hem eventjes hier laten zien, op deze? Ja, als ik denk, wat betekent geld voor mij? Dan is het wat ik dagelijks even doe, mijn ING-app openen en kijken wat is er nou bij. Of afgeschreven, eerlijk gezegd, hebben de mensen aan wie ik een tikkie heb gestuurd op tijd terugbetaald. Dus dat heb ik getekend. Misschien dat we de tekeningen van de crew ook meteen eventjes erbij kunnen halen. Daar komt onze Ina. Fijn dat je er bent ook weer vandaag. Dank je wel. Kijk, wat zien we op de tekening? Ik zie een blij Wacht, ik zal hem even laten poppetje. Zien. Ja. Een blij poppetje. Ja, en een weggetje bliksemschicht. Ja, dat is voor als er geen geld meer is. Dan is het redelijk problematisch met de bliksem. Ja, precies. Want wat zegt deze tekening verder? Nou, dat het voor mij betekent dat ik in ieder geval een huis heb met een dak boven mijn hoofd. Dat er eten is en een auto om mezelf te vervoeren. Dat is handig ook voor het werk. En dat ik af en toe op reis kan. Ja. Daar is de weg van. En daar word ik wel gelukkig van. Ja, je hebt geen geluid. Dus ik zal in ieder geval, ik denk dat het wel over is gekomen. Maar dan die tekeningen. Ik zie ook nog een aantal andere tekeningen. Kunnen we er even eentje inzoomen? Het mag de techniek gewoon zelf bepalen welke. Hier zie ik een plaatje van Nederland en IJsland. Trouwens, onwijs bedankt dat jullie zo actief meetekenen. Fantastisch. Ik zie iemand die heeft Nederland getekend. En ik zie een vliegreis naar IJsland. Dus ik denk dat geld betekent, ik kan op vakantie of ik kan naar IJsland. Ja. Of misschien iemand die wel in IJsland woont en heen en weer vliegt. Ja, vrijheid om te reizen. Vrijheid om te reizen, ja, mooi gezegd. Nou ja, ik neem het in ieder geval allemaal mee. In ons beleid. Dus dank je wel allemaal. Je neemt het mee in je beleid. Ja, ik neem het mee in ons beleid.
En dat is dan wat mensen zeggen als dat ze zo'n tekenopdracht geven? Nou ja, er worden natuurlijk echt wel bijeenkomsten geregeld. Hè? Bijvoorbeeld in de wijk waarbij mensen worden uitgevraagd. Dan is eigenlijk vaak de boodschap, nou dankjewel, we nemen het mee. En daar blijft het dan bij. Ja. Dus. We kijken nog heel eventjes naar een paar tekeningen. Ik zie iemand lui op de bank. Dus iemand die echt is super technisch. Of die heeft gewoon een hele slimme AI-tool ingezet. Ik zie een hangmat. Superleuk op een tropisch eiland. Ik kan me voorstellen dat... En ik zie ook een mooie tekening, hè, van iemand die, ik denk, gezin heeft getekend. Huisje, boompje. Ja. Nou, beestje zie ik dan niet. Maar dat gevoel, keuzevrijheid heeft iemand getekend. Ja. Nou, dat soort dingen. Waarom vraag jij ons nou iets te tekenen? Ja, nou, omdat ik dus actieonderzoek heb gedaan... Begint dat alles met een netwerk opbouwen. Dus iedereen die hard passie heeft voor de zaak, voor het probleem wat we onderzoeken, die doet daaraan mee. Dus organisaties, vrijwilligerswerk, bibliotheken, overheden, mensen zelf, vrienden van mensen. Nou, en die wil je in gesprek laten gaan met elkaar. Ja. Maar wat je nu vaak merkt als je dus uitnodigingen verstuurt met dan en dan ben je welkom op ons gemeentehuis, dan komen daar dus de mensen die... houden van hun mening ventileren. Ja, en ook die nodig. Ook die brief kunnen lezen. En die brief kunnen lezen, zich goed verstaanbaar kunnen maken in Nederlands, zich goed kunnen beargumenteren, die graag een woordje willen doen. Maar dat is, daar bereik je vaak niet de mensen mee die je echt, echt wil spreken. Dus door de opdracht te geven aan iedereen in de zaal, van ambtenaren tot en met mensen dus waar het om gaat, gelijkwaardig te laten zijn, laat ik ze altijd tekenen. En want iedereen schrikt altijd een beetje. Hè? Iedereen panikeert altijd een beetje van... oh nee, ik hou er niet van, ik heb er geen zin in, ik moet tekenen, kan ik niet. Dat is eigenlijk een gemeenschappelijk iets wat je dan direct creëert. Ja, en het is grappig, hè, want ik zie dat Miro bord zich hartstikke vullen. We zorgen ook dat jij al die tekeningen krijgt, want die kan je vast allemaal gebruiken. En misschien kunnen we dit bord ook nog leuk delen op de website na afloop. Ja, is helemaal goed. Maar je ziet inderdaad, mensen gaan nadenken over dat onderwerp. En vanuit daar voer je dan dus een gesprek. Wat heb je nou getekend, wat staat hier nou? En dan zie je dus ook verschillen of overeenkomsten... Ja. En ik vraag altijd wie wil de gespreksleider zijn, want het is onderverdeeld in verschillende tafels. En dan zijn er ook gewoon heel vaak mensen die gespreksleider willen zijn, die dat nooit hebben gedaan. Dus dan zet iemand ook gelijk in het zonnetje. Ja, super interessant. En hoe dit dan vervolgens uitwerkt, daar komen we vast nog op terug. Maar ik wil eerst wel eens weten, want dat hebben we ook allemaal over jou kunnen lezen. En ook als je naar de podcast met jou luistert. Jij hebt dus op bijstandsniveau geleefd. Ja. Vertel eens hoe jouw ervaring was en ook bij het werken dat je hebt gedaan bij de voedselbank. Ja, nou allereerst wil ik wel echt benadrukken, ik heb een maand lang samen met Lotte, dus mijn vriendin, op bijstandsniveau geleefd. Maar ik wil nogmaals ernstig benadrukken dat dat niets zegt over mensen die langdurig in armoede leven. Ja, helder. Dus ik zie inderdaad, ik heb pas mijn eigen naam ingetikt in Google. Schrok ik nogal, want die headlines sprongen er inderdaad uit. Dat komt er allemaal. Als je de naam googelt, komt dat naar boven. Hè? Ja, maar daar is het mij niet om te doen geweest. Dus ik wilde me puur inleven van, hè, hoe voelt het nou? We hadden het streng aangepakt. We hadden alles van tevoren weggegeven, alle voorraad. We hadden natuurlijk salaris, dat is ook allemaal weggegeven. We hielden €50 per maand over. Ik had vernomen dat dat ongeveer voor een 2-persoonshuishouden voldoende is. Dus €50 per week bedoel ik. Ja. Volgens mij zei ik net per maand. Per maand, per week. Ja, per week, ja. Dus €200 in de maand. En ik werd echt al vrij snel apathisch. Apathisch in de zin van? Nou, je gaat op de bank zitten en denkt van maakt mij helemaal niet uit verder wat er gebeurt in deze wereld. En in het huis en in deze stad. Ik heb het gewoon zwaar. Ik kan niks meer, joh. Je bent alleen maar aan het rekenen. Je wil een beetje gezond eten. Dus de hele tijd in je hoofd zit dat geld. Ja. Je bent er continu mee bezig. Sociale contacten verdwijnen ook snel, want we hadden natuurlijk ook gezegd, we gaan niemand uitnodigen, we gaan natuurlijk ook bij niemand eten. Ja. Tenzij dat we iets terug kunnen doen voor elkaar, maar dat kan niet zo makkelijk. Ja. En toen kwam ik uit bij de voedselbank, fictief natuurlijk. Ben ik daar helemaal door de financiële mangelmolen gehaald. Echt werkelijk, waar alles moest op tafel, waar ik mijn geld aan uitgaf en dergelijke. En die coördinator wist natuurlijk van mijn onderzoek, hè, dat ik daarvoor bij haar zat. Maar ze wilde het ook een beetje... laten voelen en echt laten ervaren. Ja, hoe dat dan werkt. Nou, we hadden recht op een voedselbankpakket. Dus hebben we gelukkig 3 keer kunnen halen. En toen ik daar in een rij stond, toen dacht ik... dit is mijn startpunt van mijn onderzoek. Hier ga ik mensen ontmoeten. Ja. Die mij verder kunnen helpen. En je hebt het natuurlijk na een bepaalde tijd ben je weer op je het niveau waar je op zat. Hoe was dat dan om weer terug te gaan?
Ik ben nog steeds niet helemaal terug naar mijn oude niveau. En waar merk je dat aan, bijvoorbeeld heel concreet? Ik heb echt wel een angst ontwikkeld voor de wat-als-vraag. Wat gebeurt er als ik geen geld meer heb? Mm-hmm. Daar ben ik ook wel in doorgeschoten. Nu is dat inmiddels wel normaal. Maar ik ben niet meer zo als voorheen. Ik leef echt wel een stuk minder, hoe noem je dat, royaal. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar de inzichten die je natuurlijk hebt opgedaan tijdens die periode. Maar ja. Je deed dat met een reden. Je ging met een reden dat doen. Ja. En merkte je ook dat dit wel echt nodig was om je werk daarna beter te kunnen doen? Ja, want kijk, ik zat natuurlijk met vooroordelen, zoals ieder mens vooroordelen heeft. Je hoort ook vaak terug in de media, er is genoeg werk bijvoorbeeld. Hè? Mensen die in de armoede leven worden al snel als luie mensen bestempeld. Mm-hmm. Of ga toch wat doen, er is genoeg hulp. Nou, misschien is er wel genoeg hulp. Maar zie dat maar eens te regelen, dat hebben we best ingewikkeld gemaakt. Ja. Plus dat het ook echt wetenschappelijk is bewezen dat als jij langdurig onder stress staat, dus als je langdurig in armoede leeft, dat er iets gebeurt met je hersenen, echt daadwerkelijk. Dus bijvoorbeeld het kunnen kiezen, mm-hmm. dat wordt ingekrompen, dat deel van de hersenen. Hè? Of, goede, bewuste keuzes kunnen maken, ja, dat wordt lastiger. Ja, okay, dat het stresslevel zo continu zo ontzettend hoog is. Ja. En die stress komt echt voort vanuit te weinig geld hebben. Ja, want weinig geld hebben staat ook nooit alleen. Hè? Nee. Dus vaak ervaren mensen ook echt wel mentale problemen. Of de woning moeten ze uit. Kinderen hebben het moeilijk op school. Kinderen worden gepest. Dus dat wat staat we nooit vaak alleen. Die multiproblematiek. Een multiproblematiek, noemen, maar ja. Dan hebben we weer zo'n lekker ambtelijk woord te ja, pakken. Ja, dat is zeker een ambtelijk woord. Ja, maar dat ervaar je dus door er zelf onderdeel van te zijn en te weten. Dan voel je hoe dat is. Ja. En ook, ik wilde me dus testen in mijn vooroordelen. En dan kom je erachter dat niet klopt, mijn vooroordelen. Ja. Interessant, want dat was dus een belangrijk inzicht. Zijn er andere belangrijke inzichten die je in die periode hebt gekregen? Ja, die je hier kan delen, waarvan je zegt, dit zijn nou de belangrijkste inzichten. Ik ging dus snel achteruit qua mentale gezondheid, laat ik het zo zeggen. Maar ook dat het echt ingewikkeld is om hulp te regelen. Bijvoorbeeld regelingen zoeken, dat staat vaak ook wel verstopt. Of het is best wel ingewikkeld geschreven. En je opent daar zo'n pagina van de gemeente en dan staat het echt wel allemaal op een rijtje. Maar je ziet zoveel tekst. Ja, denk, laat maar zitten, joh. En was de combinatie van dat die mentale gezondheid afnam en daardoor ook die brei aan informatie te ingewikkeld werd? Ja. En als je nu terugkijkt naar die informatie, zeg je dan, die is nog steeds te ingewikkeld? Of nu, ik snap dan wat er staat? Nee, ik hoor vaak terug dat het echt nog wel te ingewikkeld is. Om en hulp te zoeken, dat is natuurlijk al een hele drempel. Ja. En om hulp te vinden, ook de geschikte hulp en ook de begrijpelijkheid inderdaad van wat je tegenkomt. Terwijl dat wel heel boeiend is, want daar is het voor bedoeld. Het is om mensen te helpen en eigenlijk doen we dat dus niet. We hebben het vaker in de webinars van Gebruikers Centraal ook gehad over dit onderwerp. En eigenlijk wat jij hebt gedaan, vind ik wel mooi, is je dus niet verplaatsen in de doelgroep, maar je echt verplaatsen naar de doelgroep. Ja, en met de doelgroep. En met de doelgroep. En dat is dus echt iets totaal anders. Ja. Ja. Een doelgroep is eigenlijk trouwens, als je er ook over nadenkt, echt wel een vervelend woord, hè? Ja. Ja. Ik heb pas gevraagd aan de mensen van, hoe kan ik dat anders gaan benoemen? Zeiden ze, ten eerste gewoon mensen misschien. Aha, ja, klopt. Maar ook experts bijvoorbeeld. Want we hebben het over ervaringsdeskundigen. Dat vinden mensen ook een vervelend woord waar ik in kan komen. Want jij hebt dan blijkbaar ervaring met iets vreselijks. En daar moet je dan over gaan praten. Ja. En dit zijn de echte experts. Dat zijn wij niet, die achter een computertje op een... Ik probeer het niet meer te gebruiken. Ik ben natuurlijk ontzettend geïnternaliseerd met al dit soort ambtelijke begrippen. Maar... Ja. Nou, we hadden het in het voorgesprek hadden we het ook over dat het er vaak wordt gezegd, de gemeente of de overheid kan al die moeilijk bereikbare doelgroepen niet bereiken. Maar toen zeiden we, toen kwamen we al snel tot de conclusie, die moeilijk bereikbare doelgroepen, die zijn er helemaal niet. Nee. We zijn een moeilijk bereikbare overheid. Ja. Dus laten we dat omdraaien. Dat toezicht sociaal domein en dat stimulerend onderzoek, laten we het daar eens over hebben. Kan je in eerste plaats uitleggen wat dat toezicht sociaal domein precies is? Ja. Toezicht sociaal domein is een samenwerkingsverband en het bestaat uit 4 rijksinspecties. Dat is de inspectie van de gezondheidszorg, Nederlandse arbeidsinspectie, onderwijsinspectie en inspectie van justitie en veiligheid. Normaal gesproken, per inspectie heb je een eigen onderzoeksgebied. Hè? Dus die van gezondheidszorg controleert of de kwaliteit van de geboden zorg in orde is en of dat voldoet aan de wetten die daarvoor zijn geschreven. En kunnen daar ook bij handhaven. Dus als er een ernstige overtreding plaatsvindt, dan kan er bijvoorbeeld een boetetraject gestart worden. Hè? Dus je hebt
ja, niet alleen echt een wijzende vinger, maar je kan ook echt hard optreden. Mm-hmm. In die zin. In het samenwerkingsverband is dat niet zo. Dus wij hebben geen handhavingstaken of plichten, zoals dat heet. Maar wij werken stimulerend. En dan vooral rondom mensen die dus problemen ervaren op meerdere leefgebieden of domeinen. En dan zoeken we uit, samen met gemeentes, hoe we die mensen het beste kunnen ondersteunen in ja, alledaagse werkelijkheid. Ja, ik vind het zo mooi dat jij meteen het woord mensen gebruikt en niet het woord nou, ja, goed, dat doe je echt heel goed. Dus ja, laten maar we daarvan het zit er leren. Nog niet in, dus ik moet daar echt wel mijn best voor doen. Maar laten we dat wel, want het is belangrijk. Ik merk dat het echt zo'n verschil maakt om het zo te zeggen. Maar wat, dus je hebt dat samenwerkingsverband waarin je dat samenwerkt. En daar hebben jullie gekozen voor een andere aanpak, namelijk actieonderzoek. Ja. En kan je ons uitleggen wat dat actieonderzoek dan precies is? Precies, hè? Nou ja, kijk, daar worden veel discussies over gevoerd ook, hè, in onderzoeksland. Dus ik zal het proberen om zo eenvoudig mogelijk te houden. Ja. Actieonderzoek. Bij een normaal onderzoek kom je vooraf met een hypothese, met een stelling. Bijvoorbeeld, mensen in armoede ervaren mentale problemen. Die ga je toetsen. Dus je gaat cijfers ophalen. Je gaat in gesprek met mensen en partijen die er verstand van hebben. Je komt tot de conclusie van de hypothese was juist, de hypothese was onjuist en waarom dan wel niet. En je eindigt met een rapportvak. Vaak. Dat herken ik volledig. Ja. Dat is hoe het gaat. Ja. Niks mis mee. Mm-hmm. Maar bij het toezicht Sociaal Domein merkten we na jaren van dergelijke onderzoeken dat er niet echt veel veranderde. En actieonderzoek zorgt wel voor verandering, want het woord zegt dat al. Je voert kleine onderzoekjes uit als het ware, waar direct een actie uit voortvloeit. Dus kan je dat concreet maken? Gewoon wat is dan bijvoorbeeld een onderzoekje wat je deed waar meteen een actie uitkwam? Nou, bijvoorbeeld, ik werkte dus in Kanaleneiland, een wijk in Utrecht wat bekend staat om de armoedecijfers. Ik ben daar begonnen bij de voedselbank en ik heb mensen gezocht en gevonden die met mij dit onderzoek wilden doen. Dus organisaties, vrijwilligers bij de voedselbank, klanten van de voedselbank, inwoners, bibliotheken, overheden, gemeente Utrecht, et cetera, et cetera. En er kwam bijvoorbeeld na een bijeenkomst uit waarin we hebben getekend dat er informatie werd gemist bij de inwoners in Kanaleneiland. Nou goed, dat was de volgende stap. Wat gaan we daarmee doen? En toen kwam dus iemand op het briljante plan om met een fiets door de wijk te gaan fietsen. En dus een bakfiets met daarin foldertjes. Van ervaart u sociale problemen, ga dan daar en daar naartoe. Bent u eenzaam, ga daar en daar naartoe. Heeft u hulp nodig bij taal, ga naar de bibliotheek. Dat starten we, dat werkte best goed, alleen in het begin hadden we nog geen printer. Dus mensen moesten foto's maken met hun telefoon, bijvoorbeeld, van die folders. Oh ja. Maar staat hij al op een probleem, want niet iedereen heeft een telefoon of niet iedereen heeft een werkende camera. Ja. Nou, dus toen is subsidie daarvoor aangevraagd voor die printer, die is gekomen. En die man die fietst elke woensdag en vrijdag nog steeds door heel Kanaleneiland, door heel de stad, bij mbo's, op markten. Om dus de informatie te geven aan mensen. En dat wordt dan daar gewoon ter plekke uitgeprint, wat mensen nodig hebben? Nee. Dus inmiddels staat die printer ergens in een buurthuis. Maar dan kan iedereen dus fysiek folders of brieven meenemen. Wat goed zeg. Ja. Dus dat is een actie wat voortgekomen is uit een onderzoek. Mooi voorbeeld. Ja. Overigens, de link naar de website van Toezicht Sociaal Domein, die vind je in de chat en straks ook op de website. En ook de PowerPoint die er is gemaakt over dit actieonderzoek. Hoe ben jij er nou in geslaagd om het vertrouwen van de inwoners te winnen tijdens dat onderzoek? Ja, dat heeft lang geduurd. Volgens mij heb ik 1,5 jaar bij de voedselbank gewerkt voordat we echt een eerste grote 1,5 jaar bijeenkomst konden organiseren. Het is eigenlijk heel menselijk gegaan. Ik kan het niet anders zeggen. Ik ben geïnteresseerd in mensen. Ik stel vragen. En dat heb ik toen ook gedaan van, hey, hoe is het met je? Nou, eerst kreeg ik geen antwoord. Of lieve mensen voorbij. Na verloop van tijd gaven ze wel antwoord. En hoe is het met jou dan? En zo ontstonden voorzichtige gesprekjes. En ik besefte me wel, ik wil graag alles onthouden wat voor signalen ik krijg van deze mensen. Mm-hmm. Dus als iemand bijvoorbeeld zei, nou, ik heb bijna mijn therapie afgerond, want ik zat met een probleem. Dan stelde ik de vraag erna, of de week erna de vraag, hoe was je therapie vorige week? Is het goed gegaan? Gaat het beter met je? Ik wist ondertussen ook wat mensen lekker vonden. Dus een hele kip bijvoorbeeld. Die hield ik dan soms achter voor een specifiek gezin. En zei ik van, joh, ik heb wat vandaag voor jullie. Ik heb een hele kip. Wat vind je daarvan? Zeiden ze, jeetje, wat leuk dat je dat onthouden hebt, dat ik daarvan hou. Ja. En zo gingen die kleine gesprekjes. Dat werd soort van omgedraaid in een vertrouwensband.
Dat merkte ik. En op een gegeven moment begon ik ook te vertellen, ik heb een geheim. Ik ben ambtenaar, dus ik ben echt de duurst betaalde kracht ooit bij de voedselbank. Ik doe dit niet vrijwillig, ik doe dit echt voor mijn onderzoek. En ik vind het belangrijk dat jullie dat weten. Nou, het begon ook te vragen. Voelde dat ook voor jou als een geheim toen je daar zat? Want je zegt, ik ging nee, mee zeggen, ik de heb vrijwilligers een geheim, wisten het wel, maar de klanten ja. nog niet. Okay. Kijk, je weet gewoon, er is wantrouwen naar de overheid. Ja. En de overheid is dan werkelijk iedereen. Ja. Ja, dat maakt ook niet uit bij welke overheid. De overheid is gewoon de overheid. De overheid is gewoon de overheid. Zijn niet te vertrouwen, die werken niet. Want dat is wel het algemene gevoel wat daar heerste, waar je zo achter kwam. Ja, ze luisteren niet naar ons. En toen jij dan zei, ik ben van de overheid, schrokken mensen dan? Of? Ja, sommigen wel, maar anderen ook niet. Het ging dan ook wel weer heel natuurlijk. En dan ging ze vragen stellen over mijn werk, wat doe je dan precies? Dus vooroordelen vanaf de andere kant werden ook een beetje minder hard, zeg maar. Ja, dus het werkte eigenlijk twee kanten op die manier. Ja. We krijgen nog een vraagje van Laura. Dankjewel trouwens voor je vraag. En blijf vooral ook vragen stellen allemaal. Laura die vraagt namelijk, dat voorbeeld van die folder en die flyer. Was dat dan wel de juiste manier om die mensen te bereiken met een folder en een flyer? Ja, nou ja, kijk, je gaat af op wat de mensen jou vertellen, wat mensen willen. En nou, werd aangegeven, we willen meer informatie. Iemand zei, een bakfiets, die heeft dat rondgevraagd in de wijk. Zou dat een goed idee zijn? Mensen zeiden ja. En blijkbaar werkt het nog steeds. Ja, dus kijk, ik kan er van alles van vinden. Dat je denkt van, nou, misschien moet het anders ingericht. Misschien moeten het echt mensen, echt letterlijk bij mensen aanbellen of zo. Ja. Maar dit maar wordt eigenlijk goed ervaren. Door dat actieonderzoek wat jij zegt, weet je dat mensen die folder en die flyer willen. Want anders was je er niet mee begonnen. Anders want ze hebben het zelf gevraagd. Dus dat is ook de manier van dit onderzoek doen. En hoe je dat dan precies als ambtenaar gaat regelen, dat je dat ook mag doen, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar daardoor wist je, dit is een manier, een bakfiets met folders en flyers, dat willen mensen. Ja, dat is de manier waarop ze informatie willen. En het is ook het mooie dat het dan door die mensen zelf wordt geregeld. Ja. Dus ik ben niet achter die fiets aangegaan. Ja. Nee. Ik herinner me het ook een keer van een collega van jou die met jongeren bezig was. En dat jongeren zeiden, we willen gewoon een brief. Terwijl de aanname was dat jongeren alles digitaal wilden. Nee, we wilden gewoon een brief. Gewoon een vaste brief. Ja. Dus dan zorg je dat die brief er komt. Ja, precies. Dus daar luister je naar. Ja. En we hebben nog een vraag van Merel. En dat is een vraag, daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar misschien kunnen we het nu al wel een beetje een tipje van de sluier oplichten. Is het resultaat van die actieonderzoeken, is dat ook gemeten? Ik vind dat een fantastische vraag. Dat wordt inderdaad heel vaak gevraagd. Ja. Kijk, dan kan je als eerste de discussie voeren over wat is een resultaat en wat is een meting. Ja. Een resultaat voor deze mensen was die bakfiets. Een resultaat voor de overheid is misschien inderdaad dat je hard maakt, door middel van een methodisch onderzoek, hoeveel mensen baat hebben bij die bakfiets en hoeveel mensen daadwerkelijk bijvoorbeeld regelingen gaan aanvragen. Ja. Ja. Maar dat valt niet onder dit actieonderzoek. Nee. Dus we meten het wel, maar we meten het door steeds uit te vragen bij de inwoners, dus bij die mensen waar het om draait, wat zij eraan hebben. Ja. Ja. Dus dat de is misschien ook anders dan bij een gewoon onderzoek. Ja, dus misschien moeten we ook, dat is ook voor de kijkers, het is echt anders dan wat misschien wat we gewend zijn. Het is anders dan wat we gewend zijn. We willen zo graag dat resultaatgerichte vasthouden en die efficiëntie. En, maar goed, ik heb het tegenwoordig over impact, hè? Ja. Dus impactmetingen, nou, dat hebben we bijvoorbeeld wel gedaan. En daarbij blijf je ook heel dicht bij de inwoners van wat heeft het in hun leven gedaan? Wat is de betekenis geworden van dit onderzoek in hun persoonlijke levens? Ja, nog één aanvullend vraagje en dan gaan we weer verder over jouw onderzoek en jouw ervaringen. Nancy die vraagt nog, hoe zijn jullie dan met lage letteren omgegaan? Bijvoorbeeld als het gaat om die flyer. Ja. Ook heel mooi. Kijk, ik werkte bij de voedselbank. En ik kon daar dus mensen uitnodigen. Ja. Nou, rondgevraagd. Kijk, het heeft geen zin om een half jaar van tevoren, zoals bij de overheid, een meeting in te schieten. Daarmee komen mensen niet over af. Hebben ze niet het geheugen voor, zeg maar. Dus 2 weken van tevoren. Ik heb een heel eenvoudig flyertje gemaakt. Echt, ik denk dat iedereen hoofdschuddend zo heeft gekeken van, wat doe jij toch als overheidsdienaar met dit papiertje? Heb ik aangereikt, ook al mensen niet konden lezen, maar vertelde ik ook gelijk de boodschap. Luister, over 2 weken, hier op deze plek bij de voedselbank om 11:00 is een bijeenkomst. Ik zou het super tof vinden als je komt. We gaan leuke dingen doen. Het gaat wel over geldproblemen. Ik heb jouw informatie nodig, want ik weet gewoon niet wat ik moet doen om het beter te krijgen. En de week daarna heb ik het weer tegen iedereen verteld. Heel veel mensen zeiden, oh ja, dat weet ik nog. Ja, ik heb mijn koelkast opgehangen. Anderen zeiden, nee, ik hoef dat papiertje niet, waardoor ik gelijk wist van, nou, dat kan misschien niet schrijven. En toen het eenmaal zover was, ja, er waren gewoon 50 mensen. Ja. En achteraf vroeg ik, waarom ben je nou gekomen? Zeiden ze, ja, voor jou natuurlijk, Anna. We kennen jou toch? Als ik een belofte doe, dan kom ik. Ja.
Dus ja, heel, echt heel laagdrempelig. En dus jezelf inzetten als communicatiekanaal. Ja, gewoon daar zelf naartoe gaan. En je weet dat er lage letteren in de groep zitten. Dus je vertelt het ook. Ja, het klinkt eigenlijk allemaal te logisch voor woorden. Nou, en ja, toch goed, is het ingewikkeld. Ik ben natuurlijk ook in de fout gegaan. Want bij die bijeenkomst, ja, we zijn dat gewend bij de overheid. Je deelt labels uit, die doe je op je trui. En daar schrijf je dan je naam op en vaak ook je functie. Ja. Nou goed, ik dacht netjes gaan we doen. Nou, de eerste mevrouw komt binnen en ik zei van, hey, ik wil Anne. Ja, ja, dat weet ik toch. Ik zeg, ja, wil jij jouw naam opschrijven? Dan weten we hoe je heet. En toen begon ze mijn naam na te tekenen. Oh, ja. Toen wist ik, ja, wat een onzin ook eigenlijk. Ik kap ermee. Ik zei van, nee hoor, hoeft niet. We hoeven elkaars naam helemaal niet te kennen. Misschien komen we daar zo wel aan toe, weet je. Dat soort dingen, denk ik, ja. Maar dat is echt in het moment zijn, in het hier en nu zijn. En het echte gesprek dus inderdaad voeren op dat moment. Wat zijn nou volgens jou de belangrijkste factoren om... nou ja, bewoners of inwoners echt effectief te betrekken bij beleidsvorming? Alles begint met vertrouwen. Dus je kan wel de wijk in gaan, omdat je bedenkt van... oh ja, ik heb bijna mijn beleidsvoorstel af, ik moet nog wat mensen spreken. Want dat hebben we afgesproken in de organisatie, dat ik dat doe. Maar dan hoor je niet de echte verhalen. En mensen zijn dat ook zat. Bijvoorbeeld, je hebt een wijk in Den Haag, daar hebben mensen nu echt gezegd... nee, in ons wijk mag je niet meer komen voor dit soort gesprekken. Want het raakt het heel veel op. Dus het is vertrouwen, dus het is een tijdsinvestering. Ik hoor vaak terug dat dat dan niet kan. Maar naar mijn idee kan het wel. Want als je eenmaal die tijdsinvestering hebt gedaan... kun je altijd met elkaar samenwerken. Ik weet zeker, als ik op zoek of onderzoek moet doen naar een nieuw thema... ik hoef een paar mensen te bellen... uit dat netwerk wat ik heb opgebouwd... en ik begin zo weer ergens anders. Ja. Wordt zo weer naar de juiste persoon doorverwezen. Het is heel interessant als je zegt, het begint met dat vertrouwen. Ja. En een brief sturen waar we in het begin over hadden... met het logo van de overheidsorganisatie erop. Nee. Ja, dan kom je meteen al tegen dat vertrouwen aan. Dus dat is niet de oplossing. Echt er naartoe gaan, vertrouwensband opbouwen, daar tijd in investeren... en vervolgens dan dat goede gesprek kunnen voeren. Dat is waar dit over gaat? Ja, dat is echt waar het over gaat. Want zeg zelf, als jij een brief krijgt, zo'n blauwe envelop... Ja, wat is jouw reactie? Nou, mijn reactie is, ik zal wel iets moeten betalen. Nou, dus precies, dat schuif ik even opzij. En dan doe ik op het moment dat ik betalingen ga doen. Ja. En dat ik denk, ik kan het weer doen. Ik denk, hou op met dat gezeur, laat me met rust. Ik heb hier niet om gevraagd. Ja. Nou, dat is zeker met brieven vanuit de overheden. Of een brief, als ik heb nog een studieschuld als ik dan zo'n brief krijg van het duo. Ja. Zit ik niet op te wachten. Nee, ik weet ook uit mijn eigen ervaring met in dat groepen laaggeletterden... dat ze ook letterlijk zeiden van, als we gingen testen... ja, maar ik zie al aan het logo, dat ga ik gewoon niet lezen. Nee. Dat scheur ik door of dat gewoon weg. Ja. Dus ja, dat is niet de manier om mensen uit te nodigen. Echt vertrouwen opbouwen. Hoe hebben jullie dan samen met belanghebbenden en inwoners... dan toch hypotheses gevormd en oplossingen gezocht? Want je zei, ja, dat is eigenlijk die oude vorm van onderzoek doen. Maar ja, toch ben je iets aan het oplossen. Ja. Echt door praten. Communicatie van mens tot mens. Dus we hebben meerdere bijeenkomsten gehad. We hebben getekend. Er kwam natuurlijk al heel veel informatie uit. Bijvoorbeeld, nou, we willen meer informatie ontvangen. Maar ook meer sociale activiteit in de wijk. Kan dat niet geregeld worden? Ik voel me eenzaam. Er kwamen ook hele leuke tips uit. Van bijvoorbeeld, ja, je hebt gelijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat jullie doen, Anne, bij de overheid. Dus kan jij niet organiseren dat ik bijvoorbeeld met een ambtenaar kan wandelen? Gewoon iemand die ik nog niet ken. Met een ambtenaar wandelen? Ja, nou. Met een ambtenaar wandelen. Ja, het is volgens mij ook al 1 of 2 keer gebeurd. Wat grappig, zeg. Ja. Dus er kwamen hele verrassende inzichten uit. En waar wij allemaal bang voor zijn, of zijn geweest, is dat als je informatie op gaat halen bij deze mensen, als je gaat samenwerken, dat je dan zulke rare verzoeken krijgt dat je daar verder niks mee kan. Hè? Ja. Of er wordt vaak gezegd, ja, maar als ik dit doe, dan vragen ze om meer geld, dan kan ik niet geven. Dus ik doe het maar niet. Oh ja, ja. Maar dat is niet wat je hoort. Ja, er is wel gevraagd om meer geld. De gemeente Utrecht was er ook bij, dus dat is hartstikke leuk. Die hebben zo'n bijeenkomst gebruikt in het schrijven van een nieuw beleid. Dus dat is daar echt in verwerkt. Maar ook daarnaast mensen die onder een bepaalde grens leven... hebben in Utrecht de U-pas. En daar wordt een bedrag opgestort. En dat kan je dan kan je dingen van doen. Zoals zwemles voor je kinderen. Maar ook een nieuwe fiets kopen. Maar het bedrag voor die fiets is €130. En dat mag je dan alleen besteden bij een fietsenzaak waar ze... ja, brand nieuwe fietsen verkopen. Ja, dus er waren nooit een fiets voor 130 euro. Nee, dat kan niet. Nee.
Nou, dus daar zijn de regels wat minder scherp op geworden en er is ook meer geld opgezet voor bepaalde sociale activiteiten. En dat komt dan dus ook uit? Wel. Ja, dus het kan komt wel. Allemaal daaruit. Ja. En het is komt het niet doordat ik zei van ja, dat lijkt me verstandig voor deze mensen om dat te doen. Ja, en zijn dat levert dan dat ons ook dan weer ingewikkelde discussies als je teruggaat naar die overheidsorganisatie op? Dat je zegt van ja, we hebben dit gehoord, dit is wat daaruit kwam. En ja, dat geld is er soms misschien helemaal niet. Of hoe doe je die discussies dan weer als je terug op kantoor komt? Ja, ik had dus die discussies niet, hè, want wij werkten met de gemeente samen. En ik heb ze meegenomen vanaf het allereerste begin. En die vonden zo goed en zo verfrissend wat ze hoorden daar op die bijeenkomsten, dat ze dus echt daadwerkelijk iets mee gedaan hebben. Heel goed. Ja. Dus die discussie heb je eigenlijk nooit gehad? Ik heb de discussie met de gemeente bijvoorbeeld gehad helemaal in het begin. Ja. Van ja, maar wat doen jullie dan precies? Wat is actieonderzoek precies? Waarom heb je ons dan nodig? Waar moeten we meewerken? Daarin heb ik heel veel tijd en energie gestoken. Ja. Wat ik begrijp, hè? Want actieonderzoek klinkt gewoon super vaag. Dat is inderdaad, er moet misschien ook een ander woord. Misschien dat jullie tips hebben voor een goed woord. Dat je meteen daar. Ja, het is wel zo. Maar stel nou ben ik een ambtenaar en ik werk bij een gave overheidsorganisatie en ik wil dit ook. Ja. Ik kan me zomaar dat gesprek voorsturen. Ja, dat kost tijd. Ja, dat is echt iets anders dan in mijn functieprofiel. Of in ons generiek functiehuis omschreven is. Ja. Hoe regel je dit? Hoe regel je dat je dit? Want ik denk dat heel veel mensen denken, ja, ik zou dit ook willen doen. Want dit levert uiteindelijk op wat we willen. Hoe maak je mensen enthousiast in de organisatie? Ik wil geen oproep doen tot rebellie. Maar soms is het ook goed om dingen uit te proberen en gewoon te doen. Ja. Maar vooral, ga het gesprek aan. Met je leidinggevende, ja, dat klinkt natuurlijk ook weer een hopeloos. Ik denk dat mensen dat ook denken. Hoe doe je dan dat gesprek? Wat zijn de argumenten om te overtuigen? Ik denk dat als je vanuit passie spreekt, dat dat heel vaak al overtuigend is. Ja. Als je daar echt voor gaat staan. Als je aan kan tonen van als wij die wijk ingaan en we gaan samenwerken met die mensen, dan levert dat ook gewoon geld op, zeg maar. Ja, dus uiteindelijk levert het ook iets op wat in die beleidsplan zal, of wat goed is voor die organisatie. Ja, het is een langdurige samenwerking. En iedereen wil samenwerken, hè? Ja. Ik geloof niet dat dat alle ambtenaren vreselijke mensen zijn. Dat zijn ze niet. Iedereen wil met mensen samenwerken. Ja, Suzanne die vraagt nog van het duurde 1,5 jaar voordat er een basis van vertrouwen was opgebouwd. Hoe kreeg jij nou groen licht van jouw management om daar zoveel tijd aan te besteden? Nou, kijk, hoe heb jij dat geregeld? Ja, hoe heb ik dat geregeld? Nou, we hadden natuurlijk niet voor niets gekozen voor een nieuwe aanpak. Dus dat speelde heel erg mee. Het was voor ons ook allemaal nieuw. We zijn allemaal geschoold geweest. Nog nooit iets gedaan met actieonderzoek. Moesten we allemaal leren, dus we kregen daar ook de tijd voor. En op een gegeven moment werd natuurlijk wel gezegd, nou Anne, het is nou een keer klaar, hè? Duurt het allemaal weer erg lang. Maar toen kon ik ook aantonen van ja, als ik nu stop, dan is alles voorbij. Ja. Dus je moet me nog even de tijd geven. En die kreeg ik dan ook. Ja, dus hoe overtuig je mensen dat heel lang? Kijk, ik heb 4 uur in de week bij de voedselbank gewerkt, hè? Ja, dat moet je niet vergeten. Het was geen 40-urige werkweek die ik daar dus 4 uur per week van jouw werktijd werkte jij bij de voedselbank. Ja. Ja. Ik vind het ook gewoon lastig om dan te vertellen hoe je dat nou voor elkaar krijgt. Maar ik denk vanuit je enthousiasme en ook gebruik maken van het feit dat elke overheid ook de opdracht heeft gekregen om iets te doen met burgerperspectief. Als je daarop wijst, kan een springplank zijn. Ja, en het is dus ook belangrijk om niet achter je computer te blijven zitten als je met dit soort onderwerpen bezig bent. Nee. Of op kantoor met je collega's daarover te praten, maar echt naar buiten en niet je gaan verplaatsen, dus in die doelgroep, maar echt verplaatsen naar of met. Ja, verplaatsen die in, doelgroep. Met, naast, ja. Ja, en dat levert dus ook veel op en ik denk ook veel werkplezier voor jou. Ja, ik heb ervan genoten en ik heb goede contacten opgebouwd en er is echt, wat ik ook belangrijk vind, kijk, 2 dingen. En het is bekend dat er groeiend wantrouwen is van inwoners naar overheden toe. Ja. Wat doen die mensen daar precies? Ze luisteren niet naar me. Nou, het hele arsenaal kennen we allemaal wel. Ik ben blij dat ik heb kunnen laten zien wat mijn werkzaamheden zijn, wat voor persoon ik ben, dat ik vertrouwen in hen heb en dat ik het ook vind dat dat vertrouwen terug wordt gegeven. Ik ben ook gewoon maar een mens. Ja. En dat was het eerste. Wat was de 2e nou ook weer? Heb ik het helemaal kwijt? Wellicht komen we er straks nog op. Ik heb nog een mooie vraag, namelijk van Lisette. Gewoon lekker praktisch. Veel vragen. Ja, er zijn superveel vragen. En ontzettend bedankt. Hè. Blijf ze ook gewoon vooral stellen. En die we niet kunnen beantwoorden, doen we misschien nog later via de website. Ja, maar hoeveel mensen moet je nou spreken om het te zien als een vertegenwoordiging van een grote groep bewoners? Kijk, dus ik heb gewerkt in de wijk. En
elke keer als ik een naam hoorde van iemand van... hé, die moet je ook spreken in de wijk, want die doet dit en die... of die kent heel veel mensen, ging ik daar gelijk contact mee leggen. Dus ik had wel echt de kern van de wijk te pakken. Dus iedereen die iets deed met dit onderwerp, die iets deed met geldzorgen... die had ik in mijn arsenaal. En ik heb, ja, denk ik, ja, ik weet niet, ik heb tientallen mensen gesproken hierover. Ik denk niet dat je er echt een getal aan kan hangen. Nee, dat is natuurlijk ook een beetje het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. En wat je doet is kwalitatief, daar zit natuurlijk niet een N is. Ik heb geen twee mensen gesproken, dat is te weinig. Ik heb meerdere mensen gesproken, er kwamen 60 mensen naar die bijeenkomst. Vind ik een groot aantal, had ik echt nooit verwacht. En die fiets bijvoorbeeld is voor heel veel mensen toegang geweest. Net zoals de koffieuurtjes die nu wekelijks in alle delen van Kanaleneiland worden gehouden. Die zijn hier ook uit voortgekomen. Dat bestaat ook nog. Ja. Dus ik denk dat je meer moet kijken naar de impact. Dus wat betekenen de acties voor de mensen die daar leven? Stel nou, je zit dan op kantoor en je denkt... hey, ik wil hier morgen mee aan de slag. Ik wil morgen gewoon die wijk in. Kan je een praktische tip geven van waar moet je beginnen? Nou, ga lekker met je laptopje bij de bibliotheek zitten bijvoorbeeld. Dat is echt van gigantisch belang eigenlijk in elke wijk. Die bieden ook heel veel aan. Of ga bij een buurthuis zitten in de wijk. Gewoon lekker zitten, neem je laptopje mee. Ga af en toe even een praatje maken. En dan ga ik misschien een hele suffe vraag, maar moet je dan even bellen om te zeggen ik kom eraan of ga je gewoon? Nee. Een buurthuis staat bekend om de... vrije welkomenhouding die zij hebben. Ja. Het is gebouwd destijds voor sociale cohesie, ook een prachtig woord, in de wijk. Ja, daar zijn die dingen voor. Daar zijn die dingen voor. Ja. Wordt lekker koffie en thee gezet, wordt allemaal geregeld. Het is een vrije ruimte, je mag er werken, want je kan je aansluiten op een wifi-netwerk van de gemeente, hè, want het is vanuit de gemeente. Ja. En dan ga ik daar zitten met mijn laptop en dan? Ga je lekker observeren, je doet je werk. Dan komt een mannetje naar je toe en die komt heerlijke Turkse thee vaak brengen. En dan zeg je van, wauw, wat lekker, hoe maak je dat? Chit, 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 chit. En zo bouw je langzaam. En zo bouw je langzaam iets op. Je houdt je oren open. En als je hoort van, hey, dat is een belangrijke man in de wijk. Dan zeg je van, joh, mag ik me even bellen? Of, Ja, ik krijg helemaal zin om dat straks te gaan doen. Leuk. Dus volgens mij de tip voor straks, als je om 12:00 klaar bent met kijken naar dit webinar, om dat meteen te gaan doen. Kan je nou een mooi voorbeeld geven van zo'n succesvolle samenwerking en wat dat dan heeft opgeleverd? En je mag van mij ook een voorbeeld geven van iets waar dat helemaal niet succesvol was. Nou, we beginnen eerst met succesvol. Het is kleiner, dus dan hebben we het weer over die resultaten. Ja. Nou, wat telt nou het zwaarste in onderzoeksland? Mm-hmm. Nou goed, we hadden een tweede bijeenkomst waarbij dus in hetzelfde gebouw als de voedselbank kwamen alle organisaties in Utrecht bij elkaar die iets kunnen betekenen voor mensen in armoede. Dus in plaats van dat mensen elke keer maar weer zelf naar die gebouwen toe moeten, kwamen ze nu allemaal in één keer het hartje van de wijk. En mensen die konden dan dus langs die tafels gaan en werden gelijk geholpen met een hulpvraag. Nou, het ging bijna open. Op een gegeven moment stopte er een auto met gierende banden voor dat gebouwtje. En komt een man binnenlopen met een wat jonge man naast zich. En die zei, ik ben het zat, hij is eenzame neef, doe wat. Ik heb gehoord dat jullie... manier. Ja, ik heb gehoord dat jullie wat doen vandaag. Wow. Hier is die. Nou, koffie drinken, praten, wie ben je, wat doe je allemaal? Nou, die jongen die had wat mentale problemen, voelde zich inderdaad eenzaam, daar hebben we lang over gesproken. En die wordt nu elke week in datzelfde gebouw, is die welkom, volgens mij op woensdagochtend. En dan praten ze lekker een paar uurtjes met die jongen en hij mag wat koffie zetten en wat aanvegen. Maar het is toch ongelooflijk dat je, doordat mensen dus blijkbaar er ook over zijn gaan praten, dat iemand daar met zijn hulpvraag gewoon... Ja. Echt letterlijk en figuurlijk ja, op de dus stoep staat. Zeg mij het maar. Is dit een klein resultaat of een groot resultaat? Ja, dat is natuurlijk een gigantisch resultaat. Ja, ik vind van wel. Ja. Zijn er ook dingen dat je zegt, we dachten dat we daar iets heel goeds aan het doen waren? Ik heb zo ontzettend veel organisaties benaderd. En je krijgt ook wel eens gewoon een hele grote deksel op je neus. Hè? Zeggen van nee, dat kunnen we niet. Of de belangen spelen niet lekker mee. Dus ik had net zo'n samenwerking opgestart. En die bleken zich toch niet te kunnen vinden hierin. En die zijn daar uitgestapt. Dan moet je wel weer mensen uitleggen waarom dat gebeurt. En dat is teleurstellend natuurlijk. Tuurlijk is dat teleurstellend. Voor jezelf, maar helemaal voor die mensen waar het over gaat. Ja. Dus ook dat. Dus het raakt misschien wel een beetje aan de vraag van Stefanie. Die zegt, is actieonderzoek eigenlijk niet gewoon meer een methode zoals agile werken? Begin klein met een experiment, test wat mensen hiervan vinden en bepaal dan je vervolgstappen. Ja, het valt wel allemaal denk ik onder dezelfde noemer, namelijk participatief onderzoek. Ja. Dus dat klopt, Stefanie, dank je wel. Ja, ik denk dat het klopt. Maar goed, nogmaals, actieonderzoek is echt een
onderzoeksmethode. Hè? Dus je kan je ook nalezen in die, PowerPoint. Ja. Daar heb ik wat meer informatie die we in de chat hebben gezet. Ja. Ja, ja, dus het is niet zomaar dat je zomaar wat doet. Nee. Dat wil ik wel echt helder hebben. Het is niet eventjes een experimentje uitvoeren je zelf hebt bedacht. Het is echt volgens een bepaalde methode aan de slag gaan. Dus doe vooral je voordeel met de PowerPoint van Anne Mathijen. Die staat in de chat. Overigens, in de chat delen we ook nog een aantal andere linkjes. Namelijk het artikel Problematische schulden aanpakken met actieonderzoek van Toezien. Dat is dat ken jij vast natuurlijk ook. Ja, ja, was het en begin. Het doelboekje De dingen die we niet zien. Dat ken je waarschijnlijk ook. Maar dat is het boekje van Esmeralda Marsman. Met de belangrijkste lessen die zij heeft gehad uit gesprekken met betrokkenen vanuit allerlei geledingen en ontwikkelingen. Dus die delen we ook met je. Iets anders wat we ook delen is de toolkit meedoen met inwoners. Ja. We zien hem hier ook eventjes in beeld. Kan je daar iets over vertellen? Wat is die toolkit? Dat is het eindproduct, zoals we dat noemen. Dat heb ik geschreven samen met de inwoners en met organisaties die dus gedurende al die tijd met ons hebben samengewerkt. En ik heb het trouwens vaak over maar ik bedoel daarmee TSD. Ja. Ja. En TSD nog eventjes voordat we weer afkorten. Toezicht sociaal domein, precies. Samenwerkingsverband. Met mijn collega's heb ik dit gedaan. Ja. Ja, dus dat het duidelijk is. Precies. En samen hebben jullie deze toolkit dus ook ontwikkeld naar aanleiding van jullie ervaring. Ja, en dat komt puur alleen vanuit de input van inwoners. Dus ze hebben input geleverd, ze hebben meegeschreven, meegediscussieerd, meegedebatteerd. En er zijn een aantal concrete tips uit voortgekomen. Zoals? Kun je bijvoorbeeld communicatie, hoe doe je dit nou, hè? Ja. Ja, ja, wees jezelf. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld met kledingstijl. Mensen die bij de overheid werken, worden vaak geassocieerd met een bepaalde kledingstijl. Zoals, jij bent een twijfelgeval. Ik ben een twijfelgeval. Ja. Dat verklaart wel een hoop trouwens. Je hebt nog een spijkerbroek aan. Nee, de meesten hebben echt een jasje, dasje, gewoon netjes, is prima. Maar daar moet je over nadenken, werkt dat bij de mensen die ik wil spreken? Ja. Want omdat er dus zo'n wantrouwen is en... als jij daar met je jasje rondloopt, mensen gaan niet zomaar hun levensverhaal vertellen. Sowieso niet, maar dan helemaal niet. Nee. Dus dat is ook een tip. Kleed je een beetje casual. Ja. Ja. Dat helpt echt. Maar praat ook gewoon over jezelf, over je eigen leven. Dat heeft bij mij trouwens lang geduurd, want opeens begon ik een soort van rare vorm van zelfmedelijden te ontwikkelen, wat ook niet gelijk... waardigheid creëert natuurlijk. Oh, wat interessant. Ja, ik had medelijden met al die mensen. Ik dacht, hoe kom je hier nou uit? En dan durfde ik niet te vertellen dat ik op vakantie ging. Nou, dan werd ik echt terecht gewezen. Zeg dat gewoon. Ja, doe even normaal. Jij leeft toch ook je leven? Ja. Oh, wat goed. Ja. Dus communicatie, maar ook van, een aantal methoden staan erin. Hè. Zoals tekenen hebben we net gedaan, maar ook nog twee andere methodes. Hoe je nou zo'n onderzoek kan starten. Hoe je nou echt input krijgt van welke kant moeten we op. Want net in elk onderzoek moet je hier ook in kaderen. Ja. In het begin hebben we die tekenoefening gedaan. En toen kregen we ook nog een vraag binnen van Saskia. Laat je mensen ook digitaal tekenen? We zien natuurlijk bij de overheid heel veel digitalisering en digitale participatie en dat soort dingen. Ik heb jou daar nog niet één keer iets over horen zeggen. Nee, dat doen we niet. Dat doe je gewoon niet. Nee. En de reden om het niet digitaal te doen is... Die mensen waar je dus onderzoek naar doet, hebben vaak geen goed werkende... laptops en zo. En appreciëren en waarderen het ook echt dat ze elkaar tegenkomen in een ruimte. Gewoon in een letterlijke ruimte. Ja. En daarin ontstaan ook de mooiste gesprekken. En dat staat ook in die toolkit van zoek het echte contact. Ga niet tools gebruiken of ingewikkelde dingen. Maak het echt. Heb gewoon het gesprek. Ja. Ja. We gaan nog eens even kijken of er nog meer vragen zijn. Ja, we hadden ook nog een vraag van Marieke. Ik ga hem toch even stellen. Dat ging ook nog over de folders en de bakfiets. Die heeft toch veel teweeg gebracht. Ja. Het voorbeeld wat je in het begin gaf. Wie deelt die folders dan uit? Is dat dan een vrijwilliger of is dat dan wel iemand van de gemeente? Nee, dat is een vrijwilliger. Ja. Ja, en dat is dus bewust? Ja, ja. Ja. Inderdaad. Ja, het is het wijkinformatiepunt, noem je dat. Dus dat is een organisatie in Kanaleneiland die werkelijk waar alles weten. Ja. En die man die kent ook heel veel mensen. Dus dat is ook een bekend gezicht. Ja. Ja, dus je kiest bewust voor iemand die dat vertrouwen dan ook weer uitgaat. Dan komen we ook weer terug op dat vertrouwen. Ik weet niet of dat echt bewust is gegaan, maar het is gewoon zo gelopen. Die vraag kwam en het wijkinformatiepunt zei, dit gaan we op ons nemen. Dit gaan we doen. Ja. Ja. En zo is dat dus maar gelopen. Maar ik denk wel dat het wel verstandig is, inderdaad. En dus geen ambtenaar in een ambtelijk kostuum. Nou, nee, ik zou niet met een net pak... Een twijfelgeval kan nog, maar... Ja, jij zou het nog kunnen. Heel goed. Nee. Laten we nog even naar dat Miro-bord kijken. Want er zijn hartstikke veel tekeningen op terechtgekomen.
Super fijn dat jullie dat hebben gedaan. En je ziet dus ook, interessant, hè, dat als jij één vraag stelt van tekenis, wat geld voor je betekent, dat je superveel verschillende beelden krijgt. Ja. Stel nou, tot slot, dit was zo'n sessie geweest. Dan hadden we het natuurlijk nooit via Miraport gedaan. Dan hadden we het hier gewoon aan de tafel gedaan. En dan liggen daar al die tekeningen. Kan jij nou uitleggen hoe je zo... Doe eens zo'n gesprek. Hoe start je dan? Laatst ook voor Gebruikers Centraal heb ik 2 workshops verzorgd op een onderzoeksevenement. En ik stel, zitten dus 30 mensen. En aan het begin stel ik dus altijd echt van die wezenloze gekke vragen. Maar ja, dan maar open begonnen, vragen, ja. Maar dat mensen hun hand kunnen steken. Dus wie bijvoorbeeld behoort tot de gay community? Noem maar op. Dus dan begint iedereen al een beetje te gniffelen. En dan stel ik ook de vraag, we gaan tekenen. Teken wat geld voor jou betekent. Ik krijg ook altijd heel veel vragen. Ja, maar wat bedoel je dan precies? En nee, gewoon gaan tekenen. Gewoon aan de gang. Dat kregen we hier natuurlijk ook. Ja. Ja, dat is ook heel grappig. Maar op een gegeven moment stelde ik ook de vraag, wie is hier arm? Had ik niet verwacht, maar 3 mensen staken hun hand op. Want die hadden ook meegedaan aan een andere presentatie. Nou, dan krijg je natuurlijk gelijk hele andere gesprekken. Ja. Want zij tekenen andere dingen dan mensen die niet in armoede leven. Mensen die het best wel goed hebben ontdekt. Een bepaald patroon inderdaad. Een huis en een auto en een vliegtuig wordt er vaak getekend. Ja, dat zien we hier eigenlijk ook. Hè? Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld mensen die echt in armoede leven tekenen hele andere dingen. Bijvoorbeeld een vrachtwagen of zo. En dan vraag ik, waarom heb je een vrachtwagen getekend? Ja, ik wil vrachtwagenchauffeur worden. En dat betekent geld voor mij uiteindelijk. Ja. En die man hebben we trouwens ook weer verwezen naar een loket. Hij is ermee begonnen. En dus eigenlijk gewoon vragen, waarom heb je dat getekend? En dan met elkaar dat gesprek voeren. En dan, dat gesprek met elkaar voeren van wat betekent dat? En dan krijg je ontzettend veel informatie al. Ja. Mooi, we zijn aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik wil jullie trouwens ontzettend bedanken voor alle vragen die zijn gesteld. En zijn er nog meer vragen, blijf ze vooral ook in de chat stellen. Laten we nog even samenvatten. We begonnen met de vraag van misschien voor jullie, bepaalde inwoners zijn voor jou als beleidsambtenaar moeilijk te bereiken. Ja. Of lijkt dat maar zo? Het lijkt maar zo. We hebben het dan over mensen in een kwetsbare situatie. Blijven we ook altijd nog wel een ingewikkelde terminologie vinden. Ja, hoe zorgen we nou dat we in contact komen? Mm-hmm. Nou, kijk, je staat op van je stoel. Je schuift je stoel naar achteren. Je lokt je computer, want anders krijg je een seintje van... je moet je computer uitschakelen, want anders kunnen mensen meelezen. Nadat je dat hebt gedaan, in de zomer kan je zo naar buiten lopen. In de winter trek je nog een jas aan. Je loopt naar buiten... Je gaat de wijk in, je gaat lekker bij de bibliotheek zitten. Ik denk, nou, dat is stap 1, daar is nog een beetje druk. Ja. En dan ga je observeren en dan ga je starten. Ja, je ziet dat ik moet lachen, maar eigenlijk is dit natuurlijk best wel raar dat we dat niet doen. Nee, ik zou het echt willen aanraden, doe het gewoon. En zeg je, dat geldt voor iedereen die bij de overheid werkt? Nee, niet voor iedereen. Kijk, iedereen heeft bepaalde krachten in zijn werk. Maar ik weet dat mensen dit heel graag zouden willen doen, die hiervoor gemaakt zijn, die dit graag doen... Laat die mensen hun gang gaan. Ja. Dus zeker niet iedereen, nee. En dan dus in gesprek gaan. We krijgen nog een mooie vraag van Suzanne binnen. Ja. Blijft dat gesprek nou ook doorgaan? Ook als je klaar bent met dat onderzoek? Want je hebt waarschijnlijk wel verwachtingen gewekt. Ja, dat gesprek blijft wel doorgaan. Ja. Dat merk ik. Dus ik ben eruit gestapt. Hè. Ik heb ook altijd gezegd, het is actieonderzoek. Ik moet er een keer mee stoppen. Ja. Het is de bedoeling dat jullie het zelf verder gaan uitdragen in de wijk. Mocht je dat willen. En dat gebeurt wel. Dus die fiets ben ik helemaal van overtuigd dat komt goed. En ook de andere dingen die zijn gestart. Ja. Dat wordt gemonitord. Dus jij kan het ook met een gerust hart? Ik kan met een gerust hart kan ik het allemaal loslaten. Ja. En dan heb je die ervaringen. Hoe neem je dat nou mee in je beleid? Hoe zorg je nou dat er een beleidsstuk ligt waarin je die ervaringen... Nou, samen schrijven, lekker met mensen. Ja. Echt ook met die mensen aan het beleid schrijven? Ja, dat zou ik wel doen. Of je kan zelf een voorstel maken, maar wel checken. Dus je moet blijven checken. Klopt het wat ik schrijf? Ik had ook andere punten bedacht voor in die toolkit, maar mensen zeggen tegen mij, nou, anders gaat het niet werken. Ja. Tot slot, wat is jouw allerbelangrijkste concrete praktische tip? Wees mens, ga lekker in gesprek met mensen en zorg dat het beter wordt. Dankjewel Anne-Mathijen. Bedankt voor dit fantastische gesprek. En bedankt aan jou voor het kijken naar dit webinar. We hebben het hele webinar opgenomen. Zetten het ook natuurlijk nog op de site. Met alle handige linkjes. En die we al in de chat hebben gedeeld. De presentatie. De toolkit. Meedoen met inwoners. En we sturen een mail naar iedereen die zich had aangemeld voor dit webinar. Met al die informatie. Meld je vooral ook aan voor de nieuwsbrief van Gebruikers Centraal. En die vind je in de chat.
de aanmeldlink. Zo blijf je op de hoogte van alle webinars en evenementen die we organiseren. En volg ons vooral ook op LinkedIn. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt!